veel veranderd, hè, vanaf de laatste keer dat we hier zijn geweest. Ja, dat is veel veranderd. We hebben hard aan gewerkt. Veel nieuwe planten en we hebben nieuwe patjes gemaakt en verbouwing hier. Echt chillplekken voor cliënten en voor iedereen. Waar ik blij mee ben is met het vijvertje en bankjes die de jongens gewoon hier in huis gemaakt zijn. De bewoners helpen niet allemaal mee, maar er wordt wel geholpen. En als er dan geholpen wordt, dan wordt er ook meteen echt goed geholpen. De ideeën van de tuin, dat waren mijn ideeën. Ik heb ze aan Twan doorgegeven. Twan heeft het op papier gezet en die heeft het uitgewerkt. En ja, het is heel mooi geworden hier. Zit je nou meer in de tuin, nou de tuin zo veranderd is? Ja, nou zit ik steeds vaker in de tuin. Ja. Oh, er zitten goudvissen. Ja, leuk hè? Ja, hartstikke leuk. De vis geeft ook rust in de tuin. Elke maandagmiddag probeer ik hier met bewoners te komen werken. Zeer tot mijn eigen plezier ook. Ja. Want dat is eigenlijk zo. Ik vind het heerlijk. En hoe viezer ik word, hoe lekkerder ik het ook vind. En waarom denk je dat tuinieren zo goed is voor bewoners van Paameien? Ik denk dat het. Als het mij heel veel rust geeft, denk ik bij hun ook. En gewoon hier is het lekker, je hoeft niks. Je mag ook gewoon lekker zitten en dan ben je nog steeds deel van het geheel. En dat is denk ik het fijn. Er zit geen moeten, er is gewoon een hoop gezelligheid. En ik zie hier ook onder mensen echt, die op elkaar te bewegen, eigenlijk niet veel tegen elkaar. Ja, zie ik dus hele gesprekken ontstaan en ze worden wat rustiger en wat vriendelijker tegen elkaar. Er gebeurt gewoon iets. Ook door het samen zijn, een soort wel samen gevoel. U vindt het fijn in de tuin verder? Ik vind het fijn in de tuin. Vroeger heb ik in een tuin gewerkt. En toen begon ik dus komkommerplanten te. Ik dacht dat het onkruid was, maar daar komkommerplanten. Dus ik had verkeerd te schoffelen. En ik begon heel uit mezelf, zonder te vragen aan iemand. Ik deed me zo zonder meer wat. Dus zodoende. Zo, dan denk ik, plantenwater omgeven. Zo. Ik zie dat je een werkplaats bij hebt gekregen. Ja, het is een werkplaatsje er inderdaad bijgemaakt. En onze eigen Bart van Creatief Beheer, die heeft een oude tafel veranderd. En wat ik heel leuk vind is, afgelopen vrijdag was er een bijeenkomst van Paameien hier in de tuin. En een aantal mensen hebben een bordje achtergelaten met wat ze de tuin en het huis toewensen. Jouw idee? Was mijn idee, ja. Toch wel leuk dat het dan uiteindelijk er toch is gekomen, ja, vind je? Ja, leuk hè.